dorps-fanfare-orkest. We doen ook veel dorpse dingen met optredens. En dat hoort er eigenlijk wel, wel heel erg bij. Eigenlijk. En dat maakt ons wel bijzonder, vinden wij. Wij hebben al diverse concerten gegeven in het dorp. We zijn gestart met een concert op 18 april. Dat was voorjaarsconcert, dat was de aftrap. Wij zijn een vereniging die er is voor de burgerij. 19 september hebben we een reunie. Daar zijn al diverse uitnodigingen voor gestuurd. Dan gaan we 's middags beginnen met receptie voor genodigden. Daarna komt de reunie voor de oud-leden, oud-dirigenten. Er zijn ook een aantal leden die gaan weer met ons spelen. Een oud lid noemen we dat dan. En die gaan dan met ons 3 keer mee repeteren. En op 10 oktober hebben we het reunieconcert. Dan doen wij een reunieorkest samenvoegen. Dat betekent dus van oude leden hebben wij aangeschreven of ze weer willen komen blazen. Mijn opa die is bij de oprichting geweest. Dat is die is van 1898 geweest, dus rond 1915 is het opgericht. Daar zat hij al bij. Die heeft het doorgegeven aan zijn kinderen, dus mijn vader zat erbij, mijn oom en mijn tante zaten er ook bij. Als dirigent wel een verbindende factor zijn, denk ik. Want van jong tot oud, en ook wat je gezien hebt, is dat zo'n seniorenorkest die gaan starten, moet je inderdaad wel een verbindende factor zijn en dat ook willen uitdragen. En als je in het dorp komt, denken ze, oh ja, daar is de fanfare. Dat hoort er gewoon bij. Bij de avondvierdaagse, bij Sinterklaas, Koninginnedag is dat wat minder geworden, maar het hoort er gewoon bij het dorp, het dorpsgevoel. Gelukkig hebben we inderdaad ook best veel jeugd en dergelijke. Moet je heel eerlijk zeggen, het grote orkest kan echt wel versterking gebruiken. En dat moet dan toch ergens vandaan komen. Dus dat feest, dat die 100-jarig bestaan, pakken we aan om nog eens extra uit te pakken. Het wordt een beetje moeizamer aangezien de jeugd niet meer blijft hangen. Vroeger had je zoiets, je ouders gingen erop, jij ging er ook op en je ging mee. Nu hebben de kinderen hockey, voetbal, van alles. Dus het komt bij veel mensen op een tweede plaats en dat vind ik jammer. Dus daardoor krijg je ook minder jeugd op het moment. Maar we doen er alles aan om ze erbij te krijgen. Wat maakt voor jou dan in het spelen in de fanfare orkest zo bijzonder wat de jeugd dan misschien niet ziet? Dat is dus het gevoel wat je meekrijgt van je ouders en van je grootouders. Dat kan ik niet uitleggen, dat is gewoon wat je meekrijgt. Dat zit in je genen.